Yo iedereen, welkom. Dit is Tom's Retro Corner, TRC underscore live. En vandaag zijn wij terug voor episode 6 van Pokémon Rood. We hebben veel te doen, dus laten we er eigenlijk maar gewoon in vliegen. Ik heb weer al een klein beetje voorbereiding gedaan. Ik heb een Magikarp gevangen. Hey Magikarp! En die alleen Splash kan, dus dat wordt kut om te trainen. Voor de rest, Pidgeotto, Pikachu, Mew en Ivysaur zijn allemaal level 30 zoals je ziet. Dus dat is nice. Het eerste wat we nu gaan doen is de gym leader van Vermilion City verslaan. Dus... voilà. This is no place for kids. We moeten eerst de gewone trainers afmaken. Mega Punch. En dat is direct one hit KO. Double Pikachu. Oké. Okay. Dat is twee keer. Ah, dit was een critical hit. Oké, okay, dat is nice. Surprised me. Oké. Okay. A rocker wants to fight. Een Voltorb. Sonic Boom. Hit dat veel? Toch een beetje. We willen het afmaken met Pound. Een critical hit. Mew level 31, nice, nice, nice. Magnemite. Een critical hit. Hij stopt met Voltorb. Oh, allebei attack mist. En nu nog de laatste trainer, hier in een hoek. En dan gaan we uitleggen hoe dat deze gym werkt. Gentleman wants to fight in a Pokémon en dat is Pikachu. Level 23. Muse attack missed. One hit KO is nice. Oké, okay, dus hoe dat deze gym werkt, je ziet hier een deur en daarachter zit een gym leader. Je moet twee keys zoeken uit deze trashcans. Dus ja, dit is gewoon kut. Want ik heb... ja, oké, okay, ja. Oh, we hebben er één. Ah, my. Oké, okay, geen idee hoe dat kan, maar we hebben het gemakkelijk gehad deze keer. Meestal duurt mij dat altijd wel even om die deur te openen. Maar dit is Lieutenant Search. Hey kid, what do you think you're doing here? You won't live long in combat, that's for sure. I'll tell you kid, electric Pokémon saved me during the war. They zapped my enemies into paralyzes. The same as I'll do to you. Dat is één van de drie.
Volgens mij is Voltorb, Pikachu en dan Raichu. En het is inderdaad een Raichu. En dit was Lieutenant Surge. Zie je nu hoe overpowered Mew is? Mew is belachelijk overpowered. Take this Thunder Badge. TM24, ik denk dat dat Thunderbolt is. Ja, dat is Thunderbolt, dus dat gaan we sowieso aan onze Pikachu leren. Nu, zoals Schulder ziet, we hebben de derde badge net gekregen en het was de Thunder Badge. Dit gaan we sowieso aan Pikachu leren. Alhoewel dat ik eigenlijk aan Mew wil leren, maar we gaan het aan Pikachu leren. Yep. Which move should be forgotten? Pak gewoon Thunder Wave. Goed, we zullen het dan een keer saven. Oké, nu moeten we even terug wat dingen gaan doen. We hebben vorige keer uit een huisje hier niet ver vandaan zo'n een ding gekregen. En hoe noem het? Iets om een bike te halen. Dus we gaan sowieso nu eerst die bike halen. Ik weet niet of ik hier door kan zo. We zullen direct zien. Ja, nee, zie. Dus we moeten nog langs deze kant. Dus hetgeen dat we nu gaan doen is eigenlijk eerst die fiets gaan halen. En dan gaan we... Ja, dit is terug die lange weg dat ik gewoon ga skippen, want... Dit is echt gewoon een weg, er is niks meer aan. Dus we gaan nu eerst onze Abra hier terughalen. En dan gaan we die fiets halen. Dan gaan we door de Diglett Cave gaan. Om TM Flash te gaan halen. Ik ben een idioot, dan moet ik twee keer terugkomen. Is zo erg. Ik ga mijn Abra terughalen, omdat Abra, ik denk dat hij Flash kan leren en ik wil dat niet, ja, geef mijn Abra maar terug, dank u. Abra is nu level 24, wat best wel belachelijk is. Ik kan nog altijd alleen maar teleporten, het is echt zuur eigenlijk, maar oké. Okay. Dit is de bike shop. En hier krijgen wij onze fiets. Dat is heel nice. Godverdomme. Ja. Voilà. Dus als we nu willen fietsen. En dan gaan we sneller dan lopen. Dus nu eerst door de Diglett Cave hier. En onze Flash gaan aan en onze Nidoran. We gaan die wel verslaan, want dat is XP, maar we gaan dat wel skippen. F
fucking Diglett. Voilà, hier moeten we zijn. Hier ergens bevindt ons Flash. Geef jij ons Flash? Nee, we gaan onze Abra niet ruilen voor een Mr. Mime. Hier ergens krijg je toch Flash, hè? Heb ik 10 Pokémon? Godverdomme. Oké. Ik wist dat je hier Flash kreeg, maar ik wist niet wat je ervoor moest doen. Dus, ja. Voilà. Godverdomme. Pokéballen staan hier beneden. Oké. Okay. Sorry. Do you want to give a nickname to Diglett? Nee, dit was onze 9e Pokémon dus. Nu moeten we er nog eentje hebben. Goh, ik heb die town map gestoord. Ik ben een idioot. Veel te veel naar boven. We moeten niet door aan hebben. Of ja. Ja, dat is echt goed. Oké. We gaan eerst onze Nidoran halen. Oké. Nou, niet voor niks, we gaan al die fights gewoon skippen. Yo. Dat is het probleem, boys, als je nog geen dingen hebt, hè. Geen Reaple of zo, Super Reaple. En onze Nidoran zal onze 10e Pokémon worden. En die zit hier normaal. We willen geen Nidoqueen, we willen een Nidoking. Voilà, dat is perfect. En we hebben een Nidoran gevangen. We gaan die wel trainen, maar we gaan dat niet in deze episodes doen. Ik ga dat off-recording doen. Ah,
Ah, je legt nog een Moonstone, dat is handig. Wat is dat nog? Een HP up. Laten we dat gewoon maar user direct die HP up. Gebruik dan maar de Ivysaur. Wat hij helemaal naar gras niet moeten doorgaan, had hij gewoon dit moeten doen. Voilà, en dit is Flash. En dat hebben we nodig voor naar de tunnel te gaan waar we nu door moeten. Kan Abra dan? Ik wist dat Pikachu het kon en Mew, man. Voilà, dat is kijk hoe dat Abra dat nu kan. Oké, dus nu terug helemaal door de Diglett Cave. Ja, zoals je weet, ik skip de gewone Pokémon Battle Fights, want... Allee ja, om den duur. Oh, een Ductrio. Die fight gaan we wel laten staan. Even kijken of dat Razor Leaf hit. Nice. Het zou een KO moeten zijn. Het is een critical hit. En dat is 600 NXP. Dat is echt zot dat je eigenlijk al zo vroeg in de game al een Ductrio zit van level 30, vind ik. Maar goed. Even kijken of dat ze hier repos verkopen. Ze verkopen hier repos. Dus we gaan er 10 kopen. Gewoon het feit dat we dan... geen wild Pokémon in dat we doen tegenkomen. Dus nu terug door die fucking lange tunnel. Voilà, we zijn er al omdat we hebben gefast forward. En hier hadden we dus kut voor nodig. Alles. Ik wil eens kijken wat hij nog heeft. Hij heeft enkel plant Pokémon precies. Laten we Pidgeotto. Ah, weer sleep. Oké. Oddish. Terug naar Bellsprout. En we kunnen al teruggaan, want Pidgeotto is geparalyzed. Fun. Allee, geparalyzed, ik bedoelde gepotion. We zullen eens kijken wat dat is. 30. Teleport. Met teleport zijn we eigenlijk niks. Machop. Razor Leaf. Onyx. Ik kan dat hij in Geodude ging pakken. Maar zoals jullie weten zijn... Grass moves heel effectief tegen steen Pokémon.
Ik denk dat Ivysaur evolueert naar Venusaur op 32 of op 36. Het is één van de twee alleszins. Growlithe, oké, dat stuk ballen. We gaan veranderen. Vuur tegen... Ah ja, zo kunnen we wel trainen, wacht. Die dan krijgen ze allebei XP. Fucking hell, Beedrill. Splash, stel dat voor. Waarom heb ik eigenlijk... Magikarp level 7. Voor de rest is hier... een hidden item nog, boys. Voor de rest moeten wij niet meer zijn. We vergeten elke keer naar Magikarp te switchen, maar it is what it is. Nou, niet voor niks, maar voor een Weedland zo gaan we niet changen. Een Venonat is een coole Pokémon. Allee, ik ben meer fan van zijn evolutie Venomoth, maar het was disabled, dat stuk ballen. Diglett heeft hij sowieso in die mount gevangen. Ekans, laten we switchen naar Pidgeotto en gewoon Quick Attack gebruiken. Ja, yeah, nice. En zijn laatste Pokémon is een Sandshrew. Daar gaan we Mew voor pakken, want Mew kan Bubble Beam en dat is super effectief. Oh, Ivysaur evolueert blijkbaar op 32, dus nice. Hier gaan we, boys. Nice. Dat was echt super cool. Venusaur lekker arzo. Machop, nee, we gaan niet changen. Oh, Razor, leave the shit out of him. Yo, dude, we gaan niet switchen. Nu ga je nog. Meowth. Wat verdomme. Hier moet je trouwens ook zijn voor als we een van de legendary birds gaan vangen. Zapdos, Moltres en of Articuno. Fairy is zo'n kut Pokémon. Maar gelukkig was dit een critical hit. Oké. Dus dit is de Rock Tunnel. Dit zal voor volgende episode zijn, boys. Deze tunnel leidt naar Lavender Town, de spookstad. Maar dan moeten we heel die tunnel door. En die tunnel duurt wel even. Dus ik wil iedereen super hard bedanken om terug te kijken. Als je het cool vindt wat ik doe, geef mij sowieso een follow.
op YouTube door te subscriben. Laat een like achter en een leuke comment ofzo. Dat zal altijd welkom zijn. Dus merci allemaal om te kijken. En ik zie jullie graag volgende aflevering terug. Nog een goede dag. Yo!